Hoofdverdachte in de decembermoordenzaak, Daisy de Boutersche, is vandaag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Het is ook bepaald dat Boutersche niet direct in gevangenschap wordt genomen. De ex-legerleider was niet aanwezig op de zitting, maar heeft 8 dagen om gratie aan te vragen. Zijn raadsman Erwin Kanhai vertelde journalisten na afloop van de zitting teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter, maar niet verbaasd te zijn. Als je naar de uitspraak gaat in een strafzaak, hè, dan weet je het nooit van tevoren. En dan zit je te dippen en je denkt na wanneer de rechter bezig is uit te spreken. En je krijgt dat vonnis binnen een paar uren. Of binnen een dag hebben we dat vonnis. En dan kunnen we het bespreken op een bepaald moment. En dan bespreken we niet de rechter. Maar dan gaan we wel dat denkproces in die rechter zijn hoofd bespreken. Kanhai zou Boutersche vandaag nog opzoeken om hem te spreken over het vonnis en verdere adviezen. Advocaat van de nabestaanden Hugo Esset zegt erin te vertrouwen dat het vonnis wordt uitgevoerd. En het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat het gelasten van gevangenneming niet nodig is, omdat de wet voorschrijft dat iedereen die bij definitief vonnis veroordeeld is en welk vonnis dus in kracht van gewijzigde is gegaan, dat vonnis door het Openbaar Ministerie moet worden uitgevoerd. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook zal gebeuren. Als iemand bij vonnis veroordeeld is en dat vonnis is een eindvonnis, dan moet het Openbaar Ministerie dat vonnis uitvoeren. En dat zal ook gebeuren. De overige verdachten, Ernst Geoffrey, Stefanus Dendu, Iwan Dijkstil en Benny Bronnestein, zijn gevonnist tot 15 jaar celstraf. Voor deze mannen is er ook geen direct gevangenneming geëist.